Had je niet verwacht, hè? Goeiedag! U bent een actieve man. Wat doet u allemaal? Nou, ga al 6 jaar papier op. Hè. Ja. En wat moet je anders? Ik heb een moestuin gehad en die heb ik er weggedaan, maar dat gaat ook niet meer. Het houdt ook een keer op, hè. En ja, en afgelopen dinsdag werd u 99. Ja. Wat is uw geheim om zo vitaal te blijven? Nou ja, dat weet ik zelf ook niet. Het gaat vanzelf, hè. Houdt u ook nog wel van een drankje af? Ja. Een broodje en een biertje, ja hoor. Heerlijk. En u haalt oud papier op in voor de vereniging. Straten van Almere. Ja. En dat doet u voor het goede doel ook nog eens. Ja. Maar houdt u er dan nog wel iets aan over? Nou, nee. Ergens niet. Oud ijzer levert meer op misschien? Misschien wel, ja. Toch even van de handel wisselen. Ja, dat zou kunnen, maar dat kent niet met ijzerhandel hierover. Want ik zit even te kijken, die kanten. Dat is wel heel mooi versierd. Ja, mooi hè? Met Nederlandse vlaggetjes en alles. Ja. En dat is gewoon bonkend rood staal, een compacte Ferrari. Ja, inderdaad, ja. Hoe reageren de vrouwtjes op deze heel leuk. Iedereen vindt dat leuk. Opa, doorgaan, hè. U krijgt een duimpje omhoog. Ja, iedereen vindt het leuk. Opa voor en opa na, hè. Ja. Ja. Nou, laten we maar. Ik ben er vandaag ook een beetje om u te helpen. Laten we een paparazje op gaan halen, toch? Nee, dat nou? Ja, natuurlijk. Wat een hele grote pak dit, hoor. Ja, het is een klein autootje, maar ja. Gewoon hard gooien. Hoppatee. Harder dan een bureau. Goed. En hoe zit het met uw zicht, dat ik niet straks... Dat er een paaltje aan rijdt? Nee, daar bent u toch niet bang voor, hè? Of wel? Nou, ik hoop dat ze me niet van de stoeptegels af hoeven te krabben straks. Goed vertrouwen, gaan we tegemoet. Ja, dan gaan we doen rijden. We gaan rijden. Goed, dan gaan we in. Let's go, opa Joop, let's go. Had je niet verwacht, hè? Nee. Kijk, dat is wel het voordeel met zo'n kant. Dan kan je gewoon badass overal langs, hè? Oh, kijk uit voor de spiegel. Ja, dat gaat net goed. Ja. Ja, u houdt wel van een risicootje, hè? Ja. Wij gaan gewoon overal doorheen. Wij hebben gewoon scheid, hè? Ja, daar hebben we gegaan, hè? Daar krijgen we geen boete van. Ja. Kijk, wat een precisie. Goed, hè? En hoe ziet hij dan dat wij er staan, of niet? Nee. Kijk, oké. Oh. Hier, vandaag weer. Ja, en dan heeft u wel een beetje chance zo hier met de dames. Ja, heel veel hoor. Ja, het is open voor en open af. Ja, en dan pak ik hem zo af en toe, weet je wel. Oké, hier moeten we het gaan ophalen, hè? Moet het niet, we willen het. Ja, we willen het. Huh? We willen het. Oh, ja. Kijk, en het is hier, overneem ik een tas mee. Kijk, er ligt niet zoveel in, maar omdat je het er steeds ophaalt. Hè. Is hier, als je in die zak? Ja, in. Als je. Ja, nou, dit is. Ja, wat is. Dit is idee maar, hè. Kijk, af en toe is je vol en af en toe, ja, het ligt helemaal over tijd of je het leeg haalt natuurlijk in de bak. Maar Joop, wat levert dat nou op per kilo? Nou, een zender 4-5 hooguit. Jeetje. Dit is te veel werk, zeg maar, qua arbeid voor die 5 cent. Ja. Maar we zijn wel buiten. Ja, je bent bezig, hè. Gewoon dicht, hoor. Hop. Zo goed, doen we dat. Hey, ja. Het leeg nog best wat. Ja, dan rijd je wel door hoor. Ik heb voorrang, hè. En nu zijn we bijna bij het afleveren. Hier staat hij. Hier staat hij, kijk daar al. Ah ja. Oké, nou we gaan het snel wegbrengen. We gaan hier gewoon ingooien hoor. Ik weet niet hoe die ook moet. Hopsakee. Kijk, je hebt er al een zootje in gegooid, zie je? Zo. Ik word er wel aan het werk gezet hier, hier hè? Kijk, hier. Dan gewoon die tonningsdoek erin. Ook voor jou. Ja. Hoe vond u dat ik het deed? Heel leuk. Ja? Ik hoop dat je elke dag mee kan. Ja, dat snap ik. Ja.